Ik ben in 1973 in Nederland gekomen. Dat is, voor mij is het een hele moeilijke jaar geweest. Want mijn huwelijk was het niet succes. De eerste maand. Nou, als een Marokkaanse meisje, je kent geen taal, je kent niemand. En heel moeilijk om de eerste maand te gaan scheiden. Dus heb ik volgehouden, het eerste jaar. En het tweede jaar ging ik werken, dus daar kon ik eigenlijk mijn probleem een beetje vergeten thuis. En heb ik 2 jaar gewerkt en 's avonds kreeg ik een les thuis. Maar als die vrouw die geeft les aan mij, die komt thuis, dan wil ik niet leren, dan wil ik alleen met haar praten. Gewoon, want ik had geen zin om te leren. Ik had veel problemen in mijn hoofd. Mijn familie die zit ver weg. Ik ben alleen hier. Ik had zoveel problemen. Ik kan met niemand praten. Ja, je schaamt een beetje om tegen iemand wat te vertellen. En met de Nederlandse buren kan ik niet zoveel zeggen. Want ik ken die taal niet helemaal goed. En ik heb gewoon volgehouden. Elke jaar denk ik, nou komt wat betere tijd. Elke jaar, ja. Ik heb niet zoveel verstand als een jonge vrouw. Je kan niet gaan scheiden en dan rondhangen hier of terug naar Marokko is het ook moeilijk. Want voor nog een jonge meisje die pas getrouwd en die gescheiden is het heel moeilijk in Marokko.